Het is een plicht om de verboezeldering, vrede en gedachtegang van Jagannath Lakshman, de oud-VHP-leider, voort te zetten. Dit laat president Chandrika Prasad Santokhi weten in een boodschap op zijn Facebookpagina. Vandaag wordt voor de tweede maal Dag van Verbroedering en Eenheid herdacht. Wij leven in een land waarin we alleen in vrede kunnen leven wanneer we elkander als broeders en zusters zouden willen erkennen en als zodanig moeten leven. Je mag van mij geloven, ik ben aan het eind. Ik zie het eind aankomen. Ik ben een natuurmens. Ik kan niet tegen de natuur gaan. Maar ik geloof dat er nu op het ogenblik mensen met goede verstand in Suriname leven. En dat zij met goede verstand deze vrede en deze vrede alles zullen blijven behouden. Want alleen op die wijze wij in Suriname gelukkig zouden kunnen leven. Dank u. De gedachtegoed van de gewetensvoorzitter zal blijven propageren. Het staatshoofd, die momenteel vertroeft in New York vanwege de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, geeft aan dat het land heel veel potentie heeft. Maar deze kan slechts door middel van gezamenlijke inspanning en in eenheid benut worden om het land verder tot ontwikkeling te brengen. In 2020 heeft de regering op voorspraak van de VHP de geboortedag van partijleider Jagannath Lakshman uitgeroepen tot Dag van Verbroedering en Eenheid. In totaal is Lakshman 5 keer parlementsvoorzitter geweest en is ook een van de langzittende parlementariërs. Vandaag wordt naast deze dag ook de 105e geboortedag van de partijleider en de Internationale Dag van de Vrede herdacht. Bij de monumenten van Jagannath Lakshman op het Onafhankelijkheidsplein en in de Olifant zijn er vanmorgen door de VHP kransen gelegd. Volgens ondervoorzitter Glenn Oelers zal de vooruitstrevende hervormingspartij alles in het werk stellen om die verbroedering te behouden. Immers, dit is in het belang van ons land. Nu is het de tijd voor solidariteit, broederschap en internationale samenwerking en in deze dus ook nationale samenwerking. Deze collectieve verantwoordelijkheid is in het belang van ons allemaal. We hebben geen tijd te verliezen. Het is tijd om in actie te komen, te hervormen en te herbouwen. Het land heeft enorme potentie, maar deze potentie kan slechts door middel van gezamenlijke inspanning benut worden om de natie als geheel te ontwikkelen. Onderlinge strijd en verdeeldheid zal niemand ten goede komen.